kent niet het zegengebed uit Numeri 6. We lezen hem vandaag uit de vertaling van Franciscus van Assisi. Hij beschrijft het zo: de Heere zegene je en behoede je. Hij moge zich aan je voordoen als iemand die naar je omziet. Hij moge je zijn gezicht laten zien en je vrede geven. De Heere zegene je. Numeri 6, vers 24 tot en met 26. Ik herinner me. Als de dag van gisteren dat Annemarij werd geboren en we onze kleindochter mochten komen bewonderen. Toen ik de liefde van onze zoon in zijn ogen zag voor zijn dochter, raakte me dat bijzonder. Onze Job kon zijn ogen niet van zijn pasgeboren dochter afhouden. Een onbedwingbaar verlangen dwong hem om steeds weer naar haar te kijken. Telkens weer zochten mijn ogen de stralende ogen van Job. De overvloed van zijn liefde voor zijn pasgeboren dochter was zichtbaar in de glans van zijn ogen. Zijn ogen vulden mijn hart. En brengen elke keer als ik hieraan denk een groot vaderlijke glimlach op mijn gezicht. De manier waarop onze zoon naar zijn dochter keek herinnerde mij aan het zegengebed uit Numeri 6. In deze oude priesterzegen laat God ons zijn gezicht zien. En is dat niet schitterend? De priesters kregen de opdracht om elke keer weer Gods blijde gezicht aan het volk Israël mee te delen, door hem met deze woorden te zegenen. In andere vertalingen staat dat God zijn aangezicht over ons doet lichten. Het gezicht van God wordt vergeleken met het gezicht van een liefdevolle moeder die boven de rand van de wieg verschijnt. Stralend kijkt ze naar haar kind en het kind lacht terug. De blijde blik van de moeder zegt: je mag er zijn. We zijn blij met je. Haar hele gezicht geeft haar kind het gevoel gewenst te zijn, erbij te horen, geliefd en van waarde te zijn. En weet je, zo ziet God ons. Zijn stralende gezicht is als een zonnestraal die je huis binnenkomt en daar word je warm van. Dan wordt alles licht om je heen. Wees dus eerlijk. Durf jij in Gods ogen te kijken?